Amsterdam op de Gay Parade en we gaan kijken wat de mensen hier van Joris Demming vinden. Aangiftes zijn gedaan voor pedofilie, wist je dat? Ik ga er liever niet op in. Ja, maar je werkt voor die man. Die man geeft jou orders. Ja. Dus hij is eigenlijk een crimineel. Eigenlijk iemand die dus vast hoort te zitten. Tenminste, in ieder geval berecht moet worden. En, ik ben met mijn werk bezig. Maar dat is het dan juist. Ja? Ja. Hier is een voorlichter, dus misschien dat die... Voorlichter? Ja, kijk. Hun? Ja. Wat bedoel je voorlichters? Ja. Wat weten hun het? Ja. Hey, mag jij wat vragen? Nee. Daar zijn je, als het niet wordt opgenomen. Niemand ook? Okay. Nee, we zoeken iemand die van de camera wil. Nee. Daar moet ik naar persvoorlichting bezig. Oké, wie staat? Nee, het is alleen werving en selectie. Er is geen pers. Oké. Ja, 09884. 09884. Ja. Nee, we hebben hem nog niet op beeld, hè? We moeten onze officiële richtlijnen houden. Ja, maar dat is het juist, weet je? Die officiële richtlijnen, die komen weer van hoger aan tafel, toch? Ik ga geen uitspraak. Nee, maar zo werkt dat, logisch. Maar als je dan kijkt, Joris Demming, dat is de secretaris-generaal van Justitie. Die is al 4 aangiftes tegen hem. En dan krijgen jullie orders van. Ja, maar dat is wel jouw baas. Ik ga nog verder geen uitspraak. Nee, dat hoeft ook niet, maar wist je dat? Oké, maar weet wel dat dit je baas is en jij werkt voor hem en je neemt orders van hem aan. Ja? Nou, succes met je werk verder. Ja, jongen. Vraag stellen. Zijn jullie bekend met deze man? Weet jullie wie dit is? Ja, het is Joris D. Dat is goed gezien. Weet je wie dat is? Nee. Oké. Hij is toevallig ook homo. En dat maakt verder niet uit. Maar alleen maar hij doet het, wel wat meer, zie ik. Ja, hij doet het inderdaad met kleine, hele kleine jongens. Dat is een foute boel, hè? Ja. Wat zouden jullie met zo'n man willen doen? Dat zeg ik liever niet op camera. Nou, dat zegt al genoeg, hè? Ik ben daar helemaal niet mee bekend, eerlijk gezegd. Gelukkig niet. Nee, maar het gebeurt dus wel om ons heen. Ja. Wat vind je daarvan? Ja. Ja, dat is gewoon niet normaal. Nee. Ja. Dat is Joris Demming. Dat is, kijk, de secretaris-generaal van Justitie. Die man heeft al 4 aangiftes tegen zich. Voor kinderporno. En hij is nog steeds de baas. Wat vind je daarvan? Nee, hè? Is dat onze secretaris-generaal van Justitie? Ja. Dat is heftig shit, hè? En dat kan dus allemaal. Wat zou je met zo'n man willen doen? Geen idee, hè? Dat volgens mij nog niet. Ik ga eens kijken op de site, dankjewel, hè? Dus dat,
Ja, doen we geweldig. Ja, eigenlijk, want we hebben toch allemaal hetzelfde doel. Met deze... geen onenigheid en ja, we staan allemaal voor hetzelfde doel, toch? Ja, oké. Dankjewel. Succes. Delen die zin. Kijk eens, zien jullie eruit? Kijk, allemaal. Weer hè? Ja, die is niet scherp. Zijn jullie bekend? Nee. Niet. Nee. Het is onze secretaris-generaal van Justitie. Dat is de hoogste baas van Nederland. Oh, ja. Ben ik kennis. Een paar is pedofiel. Klinkt leuk. Dat klinkt eng, hè? Ja. En nu? Ja, en nu? Wat vind je daar überhaupt van dat onze hoogste baas van Nederland al 4 keer aangifte is gedaan tegen kinderporno? Ik ken hem niet. Ja, maar hij is toch onze hoogste ambtenaar van... Maar hij is nooit veroordeeld. In die zin dat het ook dus niet zo is uitgezocht en voor is gekomen. Omdat hij de hoogste baas van zichzelf een dag gemooid is. Dat is het tegendeel bewezen, toch? Dan moet hij eens voor de rechter komen, toch? Inderdaad. Kom, we gaan jongens. Kom. Ja, en nu? Wat vind je? Ja, ja, okay. Ik schrijf er nog een drankje bij. Doei, zie je. Doei. Wat vind je van zo'n reactie? Wat ik van zo'n reactie vind, ik vind het jammer dat mensen dus weinig interesse hebben over superbelangrijke zaken. En dus eigenlijk meer interesse hebben in lol maken. Ja. Wat dus de grote afleiding is van de werkelijkheid. Helaas. En iedereen moet ook wel lol maken, maar het moet niet als reden gebruikt worden om deze verschrikkelijke ellende te verdoezelen. Nou ja. Dat is jouw vraag. Wat vind jij van kindermisbruik? Geen goede zaak. Ben jij deze man? Dat is de hoofd-generaal van Justitie. Dat heb ik aangeklaagd. Wat vind je daarvan? Dat ze er niks mee doen. Ja, dat is een beetje slecht. Ja. En ben je bekend met de zaak Hofnaar? Dat is een kinderopvang waar ze dus ook 80 kinderen hebben misbruikt. Vind je dat dan überhaupt in Nederland allemaal gebeurt? Ja. En dat niet aangepakt wordt. Hele trieste zaak. Ja, hè? Ja. Dankjewel voor deze bijdrage. Ga jij filmen? Ja? Ik heb geen idee wat het is. Kijk eens. Wat vind jij van kindermisbruik? Ik vind het slecht. Ja. Moet gestopt worden? Moet gestopt worden. Ja. Nou, dat ben ik helemaal mee eens. En je bent wel bewust ook dat het best heel veel gebeurt in Nederland? Nee, niet echt. Ik woon niet in Nederland. Dus ik ben niet... Oké. Waar kom jij vandaan, vraag maar? Ik woon in Tanzania, dus. Tanzania, dat is wel een beetje weg, ja. Okay. En is het daar ook niet aan de orde? Daar gebeurt het wel vaak. Vaak? Okay. Ja, dat is ook niet aan de orde. Nee. Dus het moet gestopt worden op de hele wereld. Heren, mag jullie wat vragen? Zijn jullie bekend met Joris Demming? Nee, dat is de secretaris-generaal van Justitie. Die is 4 keer aangeklaagd voor pedofilie. 4 keer aangifte is gedaan, in ieder geval. Oké. Hij heeft een beetje weg van Joep van de Hek, maar dan iets van. Ja. Maar wat vind je er nou eigenlijk van, dat hier gebeurt in Nederland? Wat niet? Nou, kindermisbruik. Dat het niet gebeurt? Dat het wel gebeurt. In grote schaal zelfs. Ja, dat is zeer erg. Zeer erg. Vreselijk. Ga je weg of niet? Afschuwelijk. Nou ja, dat bedoel ik wat dus. Er is. Zijn jullie bekend met deze man? Ja. Zijn jullie bekend met deze man? Ja, ik heb het altijd... Nee, ik ken hem niet. Ja, nee. Dit is eigenlijk de grootste baas van Nederland van Justitie. Secretaris-generaal van Justitie. Oh, hij heeft 4 aangiftes gedaan tegen hem. Ja. En hij heeft nog nog nooit voorgekomen, niks. En dan wordt het dan iedere keer tijd. Nou ja, dat vinden wij dus ook. Ik bedoel, als wij iets doen, moeten we ook voorkomen. Dus waarom een ander net? Ja. Nou ja, daarvoor zijn we. Okay. Ja, ik vind het, want ik heb zelf kinderen. Zullen we het gewoon doorgeven allemaal dit? Ja, ook ja. Mensen. Ja, ik doe deze in mijn tas. Ja. Ja, ik ook. En we geven het gewoon door aan mensen. Ja, ik wil wel maar ja, het is, je kan het nooit stoppen, maar je kan het wel verbeteren. Ik bedoel, je kan het nooit echt stoppen natuurlijk. Want het is over de hele wereld. Nou ja, er is zelfs een politieke partij nu. Hè? Maar het is, ja. Want ik vond het ook zo, die pedofiele partijen. Martijn. Ja, dat is een pedofiele partij. Maar dat is toch te gek voor woorden.
horen. Dat is nergens in de hele wereld niet. Het is alleen hier, Martijn. En dan zijn ze nog beledigd als de mensen wat van zeggen. En toen zeiden ze, ach, die kinderen vinden dat helemaal niet erg. Nou ja, dan zijn we uitgesproken. Ja. Maar ik hou erover op, want we willen een leuke Gay Pride vandaag. Ja, natuurlijk. Graag gedaan. Ik heb zelf een café, dus ik hang het bij mij in het café. Ja, dat is een daar mag het niet. Geef hang het je gewoon bij mij in mijn rugzak. Of een flesje bij die andere. Oké. Hebben jullie een super fijne dag? Ja, hij ziet er ook zo mooi uit. Dus het is wel leuk voor de shot, hè? Goeiedag. Mag ik jullie een paar vragen stellen? Wat vinden jullie van kindermisbruik? Ja, standaard. Dat zou wel de grote voeten zijn, hè? Ja, hè? Kijk, kennen jullie deze man? Ja, deze man. Michel. Ken, je bent in Amsterdam, hè? Hé? Je bent in Amsterdam? Ja, dat gaat niet. Ken? Ja. Dat gaat af en aan, ja. Maar dit is de grootste baas van Nederland, hè? Van justitie. Ken je nou? Nou, jij het zegt, ja, nou haal ik het. Nou, hij is er wel goed mee bezig, denk ik. Ja, met kinderen bedoelt u? Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat, wat moet ik ervan zeggen, is het ook allemaal waarheid. Nou ja, de feiten staan in het boek geschreven. Kijk, bent u bekend met de vereniging Martijn? Nee. Die wou een politieke partij oprichten, wat vindt u daarvan? Ja, dat is al helemaal niet... Gekke woord, hè? Ja. En dat het toegestaan wordt, dat vind ik toch het ergst. Nou, de politieke partij is afgewezen, gelukkig. Maar het is nog steeds een vereniging. En die delen dus ook allemaal informatie met elkaar en hoe fijn het allemaal nog niet is. En, dat heel harder aangepakt worden, maar ja, helaas. Ja. Nou, maar daar kunnen wij ook alleen... Allemaal een beetje tegenin gaan. Dan zal het misschien een keer Maar ja, het is, ik vind het een moeilijk land. Maar het is niet alleen Nederland, hè? Nee, maar ik ben niet meer zo... er gebeuren zoveel rare dingen, dat ik zeg van dat het allemaal kan en mag. En dat het als je ernaar gaat, als deze man dus daar aan de top zit, dan is het niet zo raar meer in één keer, toch? Ja, ik wens u een hele fijne dag. Veel plezier. Die wordt al 15 jaar verdacht van kindermisbruik. Wat vinden jullie daarvan? Nou, geweldig. Ja? Helemaal kloppie. Maar wat heeft het nou met de Gay Pride te maken? Niks. Nee, hij valt wel op hele kleine jongetjes. Oh ja? Ja, hele kleine jongetjes. Ja, ik ook kijk. Ja, maar je hebt ook mensen die op hele kleine meisjes vallen. Ja, dat is toch niet goed op. Nee, dat bedoel ik. Waarom dan een speciaal op Gay Pride? Nee, het is niet speciaal. Dat er veel mensen zijn.